mag 7 dagen alleen maar een openbaar toilet gebruiken. Hooggenoot. Het is niet gelukt. Ik kon het gewoon niet. Daar is de wc als je hem nodig hebt. Ik hou het echt niet. Als we nu niet gaan, dan doe ik het echt in mijn broek. Dit is toch een grap? Gadver! Hallo allemaal en super tof dat je alweer hebt geklikt op een nieuwe video van mij. En ik kan je beloven, hier ga je geen spijt van krijgen. Want ik ga het meest bizarre experiment uitvoeren. Ik weet zeker als je hier naar kijkt dat de kans heel erg groot is dat je nog niet geabonneerd bent. Het blijkt namelijk uit de statistieken dat meer dan de helft van de mensen die naar mij kijkt nog niet geabonneerd is. Dus ik zou zeggen, druk eventjes op die abonneerbutton en natuurlijk een belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. Dit wordt niet zomaar een video, maar een hele speciale, maar ook een beetje rare video. Ik mag namelijk de komende 7 dagen alleen maar openbare toiletten gebruiken. Ja, hoe? Jongens, ik heb geen idee waar ik aan begin en waarom ik mezelf deze challenge opleg. Een paar video's terug hebben we de 25.000 duimpjes gehaald en bij deze like goal zou ik een challenge gaan uitvoeren op het toilet. Heb je hier heel erg veel zin in? Even hier beneden een duimpje omhoog. Bij de 25.000 ga ik een challenge uitvoeren in een lift. Ik beloof het jullie. En dan heb ik natuurlijk ook een hele toepasselijke vraag voor jullie. Laat even je antwoord achter hier beneden in de reacties. Iedereen die voor 16 juli reageert, dus schiet op, daar ga ik zoveel mogelijk hartjes weer bij uitdelen. De vraag is als volgt: hoe vaak per dag ga jij naar de wc? Ik denk dat ik ongeveer 5 à 6 keer, misschien 7 of 8 keer, misschien ook wel 10 keer, per dag naar de wc ga. Hoe vaak ga jij per dag? Laat er gewoon even een cijfer hier beneden achter in de reacties. En ik ga de reacties vol spammen met liefde. De challenge is dus heel simpel. Ik mag de komende 7 dagen niet hier thuis naar de wc. Ik moet gewoon naar een openbaar toilet gaan. En openbare toiletten die zijn natuurlijk te vinden bij benzinestations, bij hotels, restaurants, tellen we dat mee? Dat tellen we ook mee, toch? Maar alles behalve thuis. Ook al heb ik hele hoge nood, ik moet naar een openbaar toilet. Ook al moet ik midden in de nacht, ik moet naar een openbaar toilet. Ik zou zeggen, laten we beginnen aan deze te rare challenge. Dus vanaf nu is deze wc en deze wc verboden terrein voor mij. Ja, Paco, jij doet het gewoon buiten. Dat is wel makkelijk. Je hebt eigenlijk overal een wc buiten. Zoals jullie weten ben ik natuurlijk een hele slimme jongen en heb ik voordat ik deze video ging opnemen helemaal niks gedronken. Nee, zo dom. Ik heb een kop koffie op en een groot glas water. En ik merk dat ik nu al moet plassen. Welkom in een video waar het alleen maar over plas en poep zou gaan. Ik denk dat het voor nu het meest verstandig is als ik even ga kijken waar de openbare toiletten in de buurt zijn. In ieder geval eentje moet ik vast vinden. Eentje die dichtbij is en hopelijk 24/7 open is. Want anders heb ik snel best wel een probleempje als ik hoge nood heb. Dus ja, laten we een wc gaan zoeken. Ja, ik zit nu echt te denken, waar kan ik heen gaan? Nood wordt steeds heftiger, dus ik moet gewoon naar de wc. En dan weet ik wel dat er een tuinwinkel hier in de buurt zit. Volgens mij hebben die een openbaar toilet. Ik weet dat er een Gamma en een Praxis zijn. Die hebben volgens mij, dat zijn ook openbare toiletten. Heeft Gamma een toilet? Ik heb geen idee. Sportscholen. Ja, als je geen lid bent om naar binnen te gaan. Ik denk dat ik naar de intratuin ga. Oké, we zijn de intratuin. Mijn allereerste toiletbezoek in deze video. Waar zit hier het toilet? Ik loop niet helemaal aan het einde. Je moet hier ook echt zo'n route lopen. Op zich is dat wel leuk als je nergens op zoek bent. Ik ben gewoon op zoek naar het toilet. Het is echt in mijn broek. Waar is het toilet? Oh yes, ik heb het toilet gevonden. Eindelijk. Toiletten. Ik heb geluk bij mijn eerste openbare toilet dat het ook nog een schoon toilet is. Volgens mij is die echt net schoongemaakt. Ik vind het wel gelijk een leuk screenshot moment. Dus ik zou zeggen, vind je deze video tof? Tel zo meteen af van 3 tot 0. Bij 0 kun je een screenshot maken. En post hem dan eventjes op Instagram, op je story of op je tijdlijn. En tag mij, want ik ga er een aantal van deze reposten. Daar gaan we. 3, 2, 1. En dan nu eindelijk plassen. Finally. Plasje gedaan, op naar huis om even wat te lunchen en me op te frissen. Want ik heb zo meteen opnames in Amsterdam. Dus laten we dat nu eens even gaan doen en hopen dat ik niet naar de wc hoef tussendoor. Smakelijk. Ik voel me net een konijn. Ik heb heerlijk geluncht en ben helemaal opgefrist. Dan is het nu tijd om te vertrekken naar Amsterdam. En ik kan jullie niet beloven dat ik niet ga stoppen onderweg om eventjes een plasje te doen. Oké, ik ben aangekomen bij het benzinestation. Ik kan je vertellen, ik moet... Ja, weet je, ik ga het ook gewoon zeggen. Ik moet poepen. Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, maar ik heb een soort van ding dat ik eigenlijk liever nooit op andere locaties poep dan bij mezelf thuis. Dus het wordt vrij gênant. En ik hoop heel erg dat er weinig mensen op het toilet zijn. En ik moet het hier doen, want anders moet ik het heel de dag ophouden. En dat wil ik niet. Laten we gaan checken of ze een beetje schoon zijn, deze wc's. Oh mijn god, jongens. Ik heb er niet bij stilgestaan dat ik natuurlijk bij al die wc's moet gaan betalen. Als je een week lang elke toiletbeurt 50 cent moet betalen, kun je leuke dingen van kopen, kan ik je vertellen. Nou ja, het ziet er redelijk schoon uit. Ik wil dit helemaal niet. Sorry, ik weet het. Papierverspilling. Top.
het is niet gelukt. Ik kon het gewoon niet. Nee, ik hoorde allemaal mensen en alles. En denk, straks laat ik een windje tussendoor en zo. Weet je hoe gênant dat is? Ik heb niet gepoept, jongens. Ja, dat is dag 1 zonder poepen. Misschien dat ik einde deze dag misschien ergens nog kan poepen. Maar dan weten jullie in ieder geval dat wanneer jullie de opnames terugzien, waar ik nu naartoe ga, dat ik op dat moment mijn poep zat op te houden. Smakelijk onderwerp. Tijd om verder te gaan naar Amsterdam. Ik hou het gewoon op. Ik moet wel, ik heb geen keus. Ik heb in Amsterdam opnames voor een ander YouTube kanaal. Dat wordt later nog allemaal duidelijk. Heel toevallig is Dionne daar zo meteen ook. Ik moet tegen haar een challenge gaan uitvoeren. Het is voor een ander YouTube kanaal. Ik ben aangekomen op de locatie en ik had een hele grote fles drinken bij. Maar ik heb besloten hier niks van te drinken. Daardoor hoef ik ook nog niet naar de wc. Dus dat hou ik goed vol. En ik hoop dat ik de komende tijd niet naar de wc hoef. Want een wc bij een studio is natuurlijk geen openbare wc. Ofwel, nee, volgens mij niet. Ik moet echt naar een tankstation of een hotel of restaurant. Laten we het proberen vol te houden. Ik moet het dus nu mijn poep ophouden. Echt, deze video. Even een shout-out, jongens, naar deze auto. Oh my god. Zien jullie mij hier al in rijden? Jongens, kijk eens bij wie ik ben. Yeah. Bij Iris en bij de jongen. Hey. Hey jongens, mag een week lang niet naar mijn eigen wc thuis. Echt? Alleen maar een openbaar toilet. Maar je kan hier wel naar de wc. Ja, hier zou het eigenlijk... Ja, vinden jullie dat dit een openbaar toilet is? Jawel, ja. Er komen hier heel veel mensen dus. Ja, Dionne zit gewoon bij ons thuis ook te kakken. Weet je hoe wat lekker is? Lekker in het water poepen. Wil je een beetje dit eten? Wat? Ja, gewoon ga zwemmen. Nee, dan ga je alleen maar meer poepen. Ga lekker zwemmen in een sloot en ga het dan doen. Okay. Dus wat leuk is, dan komt hij zo, laat je hem gaan. Je beeldt het uit. Zo, poep, zo, nee, dan komt hij naast je drijven. Dat is heel cool. Ik hou het op. En toen zat ik weer in de auto. De opnames zitten erop en het was heel erg leuk. Ik zal binnenkort wel even delen waarvoor het precies allemaal was. Een kleine update. Ik moet nu echt heel nodig naar de wc. Dus laten we snel vertrekken en een benzinestation zoeken. We zijn bij het volgende benzinestation. Heb ik er even geluk dat er ook een Starbucks is. Dus ik denk dat ik ook gelijk eentje ga halen. Ah, wat gênant. Ik liep ook bij de vrouwen naar binnen. Echt weer iets voor mij dit. Oh, jongens, dit was zo gênant. Ik liep de sprong bij de vrouwen naar binnen. Toen kwam er dus ook een vrouw binnen en die keerde zich om. Want ze dacht dat het een mannen-wc was. Toen kwam ze daarna weer terug, keek ze mij heel raar aan. Goed nieuws, het is gelukt. Nu nog even een Starbucks halen. Op naar huis. Toen was het tijd voor het avondeten. En ik kan je vertellen, ik ben blij dat ik vandaag heel de dag onderweg ben geweest. Want ik hoef nog niet naar de wc. Maar ik ben er bang voor, zat hier een kan water. Hieraan gaan beginnen, dat het helemaal misgaat. Ondertussen zit Rutger hier op de wc. En ik ben een partijtje hier. Jaloers, hè? Ja, dit is heel raar, toch? Jij gaat best wel vaak 's nachts, weet ik. Want dan word ik een beetje wakker. Ja, maar wat kan ik daartegen doen? Ik zou voor het slapen gaan een anti-diarree-pil nemen. Dat je helemaal verstopt. Nee, dat is niet goed. Wat je moet doen, niet hele glazen drinken, maar elke keer een klein slokje. Want hele glazen, want dan kan je lichaam het zeg maar niet aan. En ik hoop, als je kleine slokjes neemt, dat het dan beter wordt verwerkt. Maar ik moet ook nog voordat ik ga slapen. Dus ik moet nog 2 keer weg vanavond. En dan hoop ik het op te kunnen houden. Maar je mag wel Paco laten plassen nu. Paco, wil jij plassen? Hier ben ik zo jaloers op dat jij dit buiten mag doen. Ik heb best wel een lange wandeling gemaakt met Paco. En ondertussen is de water en de koffie van de Starbucks best wel ingedaald en moet ik dus weer plassen. Ik dacht ik hou het op voordat ik naar bed ga, maar dit ga ik nooit redden. Dus ik ga op zoek naar een wc. We zijn er, de McDonald's. Het is net etenstijd, dus het is ook nog best wel druk binnen. En dan kom ik naar binnen lopen om alleen naar de wc te gaan. Dit is volgens mij een mannetje. Oh, ik weet niet welke de man is. Oh, dit is een vrouwtje. Oké, ik snap die tekeningen nooit. Ik ben zo terug. Wat een opluchting weer, jongens. Op naar huis. Ondertussen heb ik een heerlijk bad genomen en lig ik al een tijdje hier op de bank. Langzaamaan begin ik ook alweer de noodzaak te voelen dat ik zo meteen naar de wc moet. En ik heb zojuist Rut gevraagd of hij straks voor mijn laatste plasje van de dag even met me mee wil gaan. Heel gezellig. Een avondplasje doen. Jij voelt nu een beetje als een vaco bent. Alsof ik jou ga uitlaten. Dat is het precies, inderdaad. Hallo. We hebben dus het volgende idee. We kennen een oplaadstation waar we de Tesla wel eens opladen. En daar zit dus ook een restaurant bij. En ik dacht, als dat restaurant hotel nu nog open is, kan ik even doen alsof we de Tesla aan het opladen zijn of ik binnen eventjes mag plassen tussendoor. Paco, soms vraag ik me een beetje af wat jij allemaal denkt van ons. Mij vind je ons als baasjes heel raar. Oh. Ze gaat. Ik weet niet of dat positief is. Oké, bedankt Paco en Rutger voor het begeleiden. Ik ga nu eventjes plassen. Misschien komt er nog iets anders bij kijken, maar laat ik het daar niet over hebben. Ja, ik zou alles doen. Ja, ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen. Ik ben binnen, jongens. Gelukkig. Hoognood. Wat een opluchting. En ik heb al een tactiek bedacht voor morgenochtend. Ik heb het zo bedacht. Ik zet mijn wekker op tijd. Ik kom mijn bed uit. Ik ren naar de auto. Ik rijd naar de sportschool. En doe daar mijn eerste behoefte. En dan kan ik gelijk sporten. Goedemorgen. Ik moet echt zo nodig plassen. Op naar de sportschool. Naar de sportschool. Ik heb natuurlijk geen tijd om te eten. Dus dan een trosje bananen. Oh, jongens. Ik moet echt zo nodig. Het is zeker nog 10 minuten rijden naar de sportschool. Rijd door. Eindelijk. Ik heb nog nooit zo erg moeten ophouden.
voel me zo gelukkig nu. Als ik er toch ben, moet ik ook maar even gaan trainen, hè? Dit is pas dag 2 en ik vind het nu al lastig geworden. Ik heb echt wel een beetje spijt dat ik aan deze challenge ben begonnen. Had ook gewoon niet van ons kunnen verzinnen. Maar ja, we hebben de like goal gehaald, hè? Dat moeten we. Ik weet überhaupt niet of deze techniek wel heel erg handig was. Want ja, ik kan wel heel vroeg gaan sporten, maar ik kan het nooit ophouden tot na het ontbijt. Tijd om nu naar huis te gaan en wat te gaan eten. Ik heb echt gigantisch honger. Ondertussen ben ik helemaal opgefrist. En ja, ik moet langzaamaan best wel weer naar de wc toe. Maar ik dacht, ik stel het nog even uit. We gaan eerst iets anders doen. Ik sta hier namelijk klaar om een TikTok op te gaan nemen, jongens. Volg je mij daar nog niet? Doe dat dan eventjes. Dit is mijn TikTok-naam, Thomas Grinsfan. Ik heb nu een heel grappig idee met sop, een bubbel en muziek. Het enige probleem is dat Paco hier ook rondloopt. En dat ze vaak net op het verkeerde moment door de TikTok lopen. Wat op zich heel schattig is. Maar dan moet ik vaak een TikTok opnieuw doen. Ik wil dus even kijken of het lukt. Nou, nu lukt het net niet. Ik heb meer water nodig. Ja, bel gaan maken zoals deze. En dan wil ik in die bel gaan dansen. Dat is dus het idee. Oh, deze is wel heel sterk. Ik zou zeggen, ga even naar mijn TikTok-account en geef het wat liefde. Dan is het nu tijd om op zoek te gaan naar een openbaar toilet. Want de laatste keer dat ik naar de wc ben geweest is na het sport. Ondertussen heb ik een lunch klaargemaakt en een TikTok opgenomen. Ik sta dus nu voor de gamma. Ik moet echt enorm plassen en eigenlijk moet ik nummer 2 ook weer. Ik neem aan dat de gamma wel een openbaar toilet heeft. Dus laten we even binnen gaan kijken. Oh god, jongens. Ik ben er boven dat ze geen toilet hebben. Een soort psychisch is dit. Als je dan bijna bij het toilet bent, voor je gevoel, dan moet je nog erger. Oh, gelukkig, jongens. Ik heb hem gevonden. Het toilet. Aangezien de gamma geen toilet heeft, moest ik verder op onderzoek en ik ben hier bij een tankstation. Het ziet er klein uit, maar ik hoop dat ze een toilet hebben. Laten we het gaan proberen. Ze hebben een toilet. Eentje die je wel kan gebruiken, gelukkig. Ondertussen heb ik heerlijk gegeten samen met Rutger. Heerlijk, ik had gekookt. Ik, shout-out. De rest van de week had ik gekookt. Het is nu tijd om Paco naar de ouders van Rutger te brengen. Want morgen heb ik samen met Rutger opnames bij Dylan en Marit. Dus dat was een hele gezellige dag. Paco natuurlijk niet helemaal alleen laten. Nee. Dus die gaat naar de oppas. En ik dacht, het komt goed uit. Dan kan ik straks onderweg ergens even naar de wc. Terugweg wel alleen pas. Want anders vind ik zielig dat Paco alleen in de auto zit. Paco, we zijn er. We zijn bij opa en oma. Ja, je wil eruit, hè? Daar is opa. Hallo. Weer gezellig bij opa en oma. Ze keken helemaal naar uit, hoor. De oprit werd wel helemaal gek. Het is voor mij nu tijd om heel snel een wc te gaan zoeken, want ik moet nu wel echt heel erg nodig. We zijn er, jongens, bij het tankstation. En ik denk dat dit ook gelijk mijn laatste stop voor vandaag gaat worden, want ik wil zo meteen op tijd mijn bed in. Ik hoop dat ik het volhou. Finally. Ik ben ook zo opgelucht als ik eindelijk bij het toilet aankom. Dit is zo'n rare video. Nu wil ik even een momentje voor mezelf, ja? Toiletbeurt weer gehad, jongens. Het is tijd om naar huis te gaan. En ik ga denk ik zo lekker mijn bedje in. Ik hoop dat ik dit vannacht nog volgehouden en dat dit mijn laatste stop voor vandaag was. Rij door, Rut. Ik moet echt enorm naar de wc. Daar is de wc als je hem nodig hebt. We hebben een hele opleiding, maar geen tankstation. Nee. Het ochtends wordt nooit zo lang opgehouden. Dit is het domste idee ooit. Oh, eindelijk. We zien het station. Nee, je moet hierheen. Ja, erop. Oh, ik schrik me rot. Denk je rijdt weer door. Giet op. Ik denk het niet, hè. Oh, we zijn ook nog te laat voor de opnames met Dylan en Marit. Oké, stop maar. Waarom gaat hij niet open? En toen waren we in Venray en ik heb geluk, want de eerste opnames zijn dus in een bioscoop. Is natuurlijk een openbaar toilet, dus daar ga ik zeker even gebruik van maken. Het heren toilet, dat komt goed uit. Hey, wie komt daar het hoekje om? Wat is dit voor vreemde man? Wat is dit voor vreemde man? Het staat je goed. Jongens, doe even een duimpje omhoog als Dylan dit kapsel moet nemen. Ja, is het on fleek? Ja, echt. Staat je heel goed. Ja, is ook maar echt haar, hè? Ja, maar ik ga nu eerst even plassen. Ik mag alleen maar naar openbare wc's een week lang. Is echt? Ja, het is echt. Geen grap. Oh my god, dat is vet moeilijk. Ja, en ik moet ook heel nodig. Dus ik ga dat... Is dit... Dit is helemaal geen wc. Dit is een kantine, is de wc. Als jullie mij even wat privacy willen bieden. Eerst. Anders dan ruikt het. Nee, ik ga eerst. Laat me even. Dag. We zijn voor de volgende scène in een theater. Perfecte dag dit. Want in een theater heb je natuurlijk ook een openbaar toilet. Ik dacht, ik ga er gelijk maar even gebruik van maken. Het is heel de crew, heel gezellig. Goedemiddag. Hey! Ja jongens, toilet. Halleluja. Ik vind het eigenlijk een beetje gênant, want volgens mij gaan we hier straks opnemen of een ander toilet. Want Dylan had het over een openbaar toilet. Jongens, ik vind dit wel ver gaan hoor. Gaan we echt hier filmen? Dit is gevaarlijk terrein. Ik zou een ander toilet pakken. Ik ben helemaal achter. Nee, dit is heel erg. Ik wil even zeggen dat ik dit by far de makkelijkste dag van deze challenge tot nu toe vind. Want gelukkig hebben Dylan en Marit allemaal locaties geregeld waar een openbare wc zit. Dus ik kan gewoon heel de dag naar de wc. We
We zijn ondertussen op de locatie van de volgende opnames, volgende scène. En het regent zo hard dat we allemaal zitten te schuilen in de auto. Er zitten daar een paar mensen in de bus en hiernaast in de auto. Doei! We zijn dus net klaar met de opnames, iedereen is net weggereden. En ik moet zo enorm plassen! Ik weet zeker dat hier geen openbaar toilet in de buurt is, dus ik ga voor een noodoplossing. Ik ga het in het bos doen, heel snel. Oh, koud echt niet! Oké. Blaas is leeg. Kunnen we door. Ik heb net mijn laatste wc-bezoekje voor deze dag gehad. En het is dus nu tijd om naar huis te gaan en lekker naar... Wow, is die nou zo mistig? We rijden echt in de middle of nowhere. En ik schat ook in dat hier geen wc meer komt. Maar gelukkig hoef ik ook niet meer. Ik heb vanavond heel weinig gedronken, tot bijna niet. En ik ben net geweest, dus het is tijd om lekker naar huis te gaan en mijn bedje in te gaan. Ik ben echt zo klaar met deze challenge. Oh, een nieuw openbaar toilet waar ik nog niet ben geweest. Wat een verrassende dag is het vandaag. Laten we hem even gaan testen. Zo awkward. Je moet ook nog eens binnen voor een sleutel vragen, jongens. Ga nou open. Of zo. Ja, echt. Ik had geluk deze ochtend. Het was een schoon toilet. Het is nu tijd om weer naar huis te gaan. Zal ik even gaan sporten? Ik ben nu toch bijna bij de sportschool. Ik ben weer thuis en ik heb heerlijk gesport. En de laatste keer dat ik naar de wc ben geweest is in de sportschool. Nou moet ik zeggen dat het wel even nodig is dat ik mezelf ga opfrissen. En ik had opeens in de auto een belachelijk spontaan idee. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe lang ik mijn plas kan ophouden. Dus ik ga mezelf de komende uren uitdagen het op te houden. Ik moet echt heel nodig nu. Ik ben al klaar. Ja, als we nu niet gaan, dan doe ik het echt in mijn broek. Rijd door! We zitten achter een caravan. Kijk, het gaat niet zo snel. Rijd door, Kevin! De Kevin heeft misschien in de caravan ook een wc. Ik kan ook gewoon vragen. Maar dat is geen openbaar toilet. Nee, niet nog een ronde. Kom op. Nu is het klaar. Kom op. Nee, ik vind het echt niet grappig, Rut. Ik word duizelig. Ik word misselijk en mijn blaas ontploft. Nee, het gaat echt goed. Ik moet echt heel nodig. Dit is toch een grap? Godver! Ik durf het niet te filmen. Ik schaam me echt kapot. Maar Rutger heeft zoveel rondjes gereden en drempels dat ik te laat ben. Ik moet eigenlijk nog wel. Het is nog niet eens alles dit. Maar het was de hoogste nood. Ik wil hier niet in voorkomen, dit stuk. Godverdamme! Nou, maak hem maar. Hallo. Anders dan maak ik dan. Moet je even op Instagram of zo. Nee, echt niet hier naar binnen lopen met die natte broek. Dus we rijden maar terug. Nee, huis. Oh, wacht. Bomen. Ik ga echt niet naar binnen lopen met die natte broek. Oké, ik ga daar gewoon. En weer naar de wc. En we gaan weer naar de wc. Ik moet alweer lassen! Kijk eens wie er op visite is. Yeah! Ik vind het zo leuk dat je er bent. En ook superleuk dat ik er ben. Ik wil mijn laatste plasje. Idiote challenge. Ja, het begint al avond te worden en ik dacht ik wil nog één plasje doen voor deze avond. En Jill neemt mij mee naar de wc. Ik moet ook plassen. Hey, waar gaan wij naar de wc? Door de McDrive? Yeah. Het is dus bijna 10 uur. Denk jij dat ik dit ga volhouden tot morgenochtend om niet meer naar de wc te gaan vanaf 10 uur? Ik ben succes. Mag het ook niet in een emmertje? Nee, het toch ook op een openbaar toilet. Oh. Nou Jill, have fun op de wc. Dit is het meisje. Okay. Hier moet jij. Het weten hoe het was. Zo jongens, het is gebeurd. Hoe was het? Ja, het ging best goed eigenlijk. Ja, dat dacht ik al. Thanks Jill dat je mij even naar de wc hebt gebracht. Alsjeblieft. Heel fijn. Dan gaan we nu eens hopen dat ik het kan volhouden tot morgenochtend. En de volgende challenge wordt de hele dag in een luier, zeg ik. En door. Goedemorgen, laatste ochtend van deze challenge. Op naar de sportschool. Ik ga vandaag trainen met Gino. Ja, zeker. En Gino die een soort van ja, personal trainer kan ik wel zeggen. De komende tijd gaat hij mij coachen op het gebied van voeding en op het gebied van training. En vandaag helemaal afmatten, denk ik. Ja, full body training. Dus ik ga eerst aan de wc als je het goed vindt. Voor mij wel. Trainen, let's go. Ik ben helemaal kapot. Thanks Gino. Geen probleem. Hoop dat je veel moeite hebt gehad. Nee, dat weet ik wel zeker. Maar ik weet wel dat ik zo meteen heel snel naar het toilet ga. Thuis. Want dat mag zo meteen weer. Ik zit weer op mijn eigen wc. Halleluja. Ik heb het gewoon een week volgehouden om alleen maar naar openbare toiletten te gaan. Ik vond het een heel raar, maar ergens ook heel grappig experiment. Leert ook wel een beetje jezelf kennen hoe lang je het kan ophouden, zeg maar. Zorg dat we een like al halen door eventjes een duimpje omhoog te doen. Hier voor in de video heb ik iets met jullie afgesproken. En dat ga ik echt uitvoeren als we like wil halen. Heb je nou meer ideeën voor experimenten van Thomas? Wil je dat een keer gaan proberen? Laat het hier beneden eventjes achter in de reacties en geef natuurlijk antwoord op de vraag aan het begin van de video. En ben je nog niet geabonneerd op mij? Doe dat dan hier beneden even en druk natuurlijk op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken en zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Houdoei!